Goedemiddag, lieve mensen. Het leek mij een mooi moment vandaag om, een beetje gek licht in mijn gezicht, om weer een nieuwe Words of Wisdom te doen naar aanleiding van mijn boek, De Instructies naar Verlicht Leven, en twee kaarten die ik gisteren trok. En de twee kaarten die ik gisteren trok waren twee kaarten van het aartsengelendek. En de eerste kaart is de kaart Moed. Ik vind het een hele krachtige kaart, omdat het heel erg gaat over wees moedig en kom op voor je eigen overtuigingen. En daarna trok ik de kaart van de kristalheldere intenties. En de kristalheldere intenties gaat heel erg over duidelijk zijn in wat je wenst en concentreren daarop met een vaste overtuiging. En met name die laatste kaart vond ik interessant, omdat dat ook de pagina was waarop ik het boek vandaag opensloeg. En ook dat boek gaat over intenties. Dus ik ga een stukje voor jullie voorlezen uit mijn boek De Instructies naar Verlicht Leven. Voor degenen die het niet kennen, het boek. In het boek ga ik in gesprek met mijn Source Energy, Rose. Ik stel de vragen, zij geven antwoord vanuit het universum. En dat dialoog is de basis geworden voor dit boek. Dus ik ga een stukje voor jullie voorlezen. Het is hoofdstuk 13, het laatste hoofdstuk. En het gaat over communicatie. En ik, meestal beginnen de hoofdstukken met een vraag van mij, maar in dit laatste hoofdstuk waren zij het die het begonnen. En zij wilden heel graag in het laatste hoofdstuk nog iets krachtigs aan ons meegeven. En dit werd de boodschap die zij wilden meegeven. In het laatste hoofdstuk van deze instructies willen wij jullie nog iets meegeven over communicatie in het algemeen. We hebben jullie al meerdere beelden getoond om het concept energie levendiger voor jullie te maken. In het laatste voorbeeld willen wij jullie het beeld van capsules tonen. Een capsule zoals je die bijvoorbeeld ook tussen je vitaminepillen kunt vinden. Zonder die capsule, zonder die beschermlaag, zou de vloeistof in die capsule nooit in zijn geheel aankomen op de daarvoor bedoelde bestemming, meestal de maag. Net zoals een vitaminecapsule een functie dient, dient een energiecapsule ook een functie. Alles is energie en alle energie dient een functie. Echter, jullie capsuleren jullie energie dikwijls niet. In het vorige hoofdstuk hebben we het met jullie gehad over naar links en naar rechts kijken op het moment dat je oversteekt. Dat stond eigenlijk een soort van symbool voor dat we eigenlijk heel vaak intentieloos door het leven gaan. Als je daar meer over wil lezen, moet je dus bij het vorige hoofdstuk zijn. Ze zeggen in het vorige hoofdstuk hebben we het met jullie gehad over naar links en naar rechts kijken. Wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Als jullie zouden leren hoe jullie denkbeeldig energie in een dergelijke capsule zouden kunnen plaatsen. En hoe jullie voorafgaand aan het verzenden van de capsule de intentie in de capsule zouden plaatsen. Dan zou de boodschap altijd bij de ontvanger aankomen en zijn functie dienen. Het zou een groot aantal communicatieproblemen uit de weg helpen en zou ervoor zorgen dat jullie elkaar ook vanaf verschillende frequenties zouden kunnen horen. Oké, zeg ik, wacht even. Dus als ik het goed begrijp, stellen jullie voor dat voordat wij een boodschap naar buiten brengen, bijvoorbeeld wanneer we een e-mail of een appje sturen, het ons zou dienen om die boodschap als het ware in een intentiecapsule te plaatsen. Juist. Collectief nemen wij waar dat jullie lijden onder jullie zogeheten communicatieproblemen. Wat wij jullie aanreiken is de manier om intentioneler te worden met jullie communicatie en met jullie manifestaties. Wat er nu dikwijls gebeurt is dat jullie geconditioneerd en bijna intuïtief op elkaar reageren zonder daar een moment van bewustwording tussen te plaatsen. Zonder bewust jezelf weer in de volgorde spirit, mind, fysiek te plaatsen en vanuit die plek te reageren. Wanneer jullie die pauze zouden inlassen, dan zouden jullie op een veel dieper niveau kunnen ervaren wat werkelijke communicatie en intentionele manifestatie is. Het zal dit diepe gevoel van controle zijn, de controle vanuit overgave, die jullie de rust zal geven waar jullie op een diep niveau naar verlangen. Rust en overgave. En vooral die laatste zin wil ik nog een keer herhalen. Hij staat ook in het boek dik gedrukt. Het zal dit diepe gevoel van controle zijn. De controle vanuit overgave die jullie de rust zal geven waar jullie op een diep niveau naar verlangen.
Waarop zij vervolgens zeggen, op het moment dat jullie, zoals velen van jullie nu nog doen, een boodschap, lees energie, zonder intentie verzenden, dan wordt de energie niet geleid en is de kans nagenoeg in een heel dat de boodschap, lees energie, in zijn geheel bij de ontvanger aankomt. De fractie die wel aankomt, zal meestal alleen worden gehoord door diegene die op dat moment op dezelfde frequentie zit als jij als de verzender. Indien de ontvanger op het moment van ontvangen op een andere frequentie zit, dan zal hij of zij de boodschap of de fragmentatie van de boodschap in zijn geheel niet kunnen horen. Daardoor manifesteren jullie onbewust dingen in jullie eigen leven waar jullie niet blij mee zijn. Zoals relatieproblemen, oneenigheid op werk, een misverstand in de supermarkt, you name it. Al deze dingen worden gecreëerd door één ding. Ongeleide energie. Waarop ik eindig. Oké, helder. Dan ga ik daar ook mee oefenen. Zij zeggen vervolgens, heel mooi Sophie, het zijn jullie intenties die jullie uitkomst bepalen en dat blijven wij herhalen. Op het moment dat energie een vaste vorm krijgt doordat de energie wordt gekanaliseerd, ontstaat een gedachte, een kristal, een woord, een tafel, een woordenwisseling, een geniaal idee. Alles is een manifestatie en alles ontstaat eerst vanuit pure energie. De intentie achter de energie bepaalt de vorm. Het is aan jou de keuze of je die intentie bewust of onbewust aanstuurt. Daar ligt jullie keuze. Waarop ik vraag, oké, maar geldt het dan ook voor dingen in de natuur, stenen, planten, hoe ontstaat dat dan? Waarop zij zeggen, daar zit eenzelfde intentie achter, oorspronkelijk gecreëerd of liever gezegd in gang gezet door de bewuste intentie van moeder natuur, het universum, de alomvattende kracht. Alles ontstaat eerst vanuit pure energie. De intentie achter de energie bepaalt de vorm. En in combinatie met die kristalheldere intenties, denk ik dat dit een hele mooie uitnodiging is om na te denken over wat voor intenties stuur jij bewust of onbewust het universum in. Laten we vooropstellen dat alles zich ten alle tijde manifesteert. Je ontloopt niet aan de wet van aantrekking. Je ontloopt niet aan de wetten van de natuur. Alles manifesteert zich per definitie. Punt. Het is alleen wanneer wij ons niet bewust zijn van wat we uitzenden, dat we heel vaak ook resultaten manifesteren, allowen, creëren, waar we misschien niet altijd even happy mee zijn. Dus ik denk dat dit hoofdstuk heel erg een uitnodiging is om te kijken naar de dingen in je leven waar je minder happy mee bent. En dan vervolgens te onderzoeken van, wat is je eigen aandeel daarin? Wat doe jij in je energie? En dat is vaak best wel een confronterende. Ik heb hier, ik weet niet of ik hem op de juiste pagina kan vinden. Ik ben ook bezig in het boek van Gabby, The Super Attractor. Oké, misschien is dit wel een mooi stukje. Dit is een stukje uit Gabby's boek, The Super Attractor. En ik denk dat het heel mooi aansluit bij wat we hier nu bespreken. Do nothing and let the universe show you what to do. Wilde ik die of wilde ik deze? Wacht ervoor. Nee, deze vind ik mooier, sorry. Bladzijde 178, turn over your plans. Becoming faithful requires that we surrender our plans, our timeline and our agenda so that we can allow the universe to guide us. As you know by now, our plans and our desire to control can get in the way of the guidance we long for most. We carry a false belief that we know what's best and that we can make it happen, whatever it is. For example, during my conception journey, I spent several years trying to control the timeline and outcome, eating certain foods, timing my ovulation, and future tripping about the whole thing. Pouring all my energy into planning and controlling gave me no space for faith, but when I finally turned my plans over to the universe, I was given clear direction. Surrendering my plans to a higher power gave me freedom to slow down, listen, and receive. In that receptive state, I could hear my inner voice and my spirit guides. I was gifted certainty, signs, and strong faith. I stopped playing God and let God work through healers, doctors, friends, my husband, and my own body. I could let go and allow. The pathway to faith always starts with surrender. But let's get honest, surrendering your desires to the universe can seem difficult and very scary.
Our fearful ego has convinced us that surrendering means giving up on our own desires, our control, and our ability to take action. The truth is that surrender is the first step to receiving. If turning over your desires and offering up your plans feel uncomfortable, don't worry. I want you to feel free in this moment. That's enough to begin this process. En ik denk dat dit hoofdstuk een hele mooie aanvulling is op het stukje intenties waar we het net over hadden. Want nogmaals, wat ze zeggen is: het zal dit diepe gevoel van controle zijn. De controle vanuit overgave die jullie de rust zal geven waar jullie op een diep niveau naar verlangen. Dus whatever the topic in jouw leven is. Hè, ik heb veel vrouwen in mijn community zitten die bijvoorbeeld struggelen op het gebied van werk. Of qua werk eigenlijk best wel heel goed gaan, maar in hun relatie maar niet de perfecte partner kunnen vinden. En eigenlijk denk ik dat we allemaal wel onze eigen topics hebben waar we toch een beetje op forceren. En waar we een eigen tijdsplanning voor gemaakt hebben voor hoe we denken dat het zouden moeten gaan. Of dat nou is dat je je huis binnen een bepaalde periode wil verkopen. Of inderdaad dat je denkt van, oh my god, ik heb nu een date en alles voelt goed en this gotta be it. En dan uiteindelijk is het het toch niet. We hebben allemaal onze desires. En wanneer we op een plek kunnen komen dat we erop mogen vertrouwen dat whatever het is, dat we dat zullen allowen. Maar dat het zal gaan in de divine planning, in de divine timing, daarin ligt de crux. En ik herken heel erg, ik weet nou niet of ik het al heb voorgelezen of dat het gewoon in mijn hoofd zit, maar het gevoel dat wanneer je zegt van oké, ik accepteer wat nu is, dat je daarmee een soort van sign aan het universum geeft dat je dit voor de rest van je leven wil. Maar het universum weet wat jij wil. Ik hoorde laatst een podcast, geloof ik, ergens over dat Tony Robbins iets had uitgelegd over het word desire. En ik ben altijd heel slecht in verhalen navertellen, maar volgens mij kwam de strekking erop neer dat desire betekent van God of zoiets in die trant. Dus dat het ook echt Gods wens is voor jou. En daarop mogen wij echt vertrouwen. En als ik over mijn eigen journey spreek, merk ik dat de dingen die ik verlang, ik krijg daar zulke mooie signs over. Ik krijg zulke mooie signs op mijn pad dat het ongoing is. Dat het er eigenlijk al is. Soms krijg ik er al pieces van. Maar het is onze ego mind die ons ermee wil bemoeien. En wil zeggen, oh my god, maar ik wil het nu of ik wil het dan. En wat Gabby zo mooi zegt, future tripping about the thing. Het is de kunst om te allowen. Let go and let God. En onderzoek voor jezelf, wat zijn de intenties die jij op dit moment uitstraalt? En hoe kun jij je intenties nog intentioneler uitzenden? Als het gaat over communicatieproblemen die je misschien hebt met relaties. Maar misschien dus ook met het universum. Want ongewenste manifestaties zijn feitelijk communicatieproblemen met het universum. Onderzoek wat jij kan doen in je intenties. Hoe jij je intenties kunt capsuleren en op die manier het universum in kunt sturen. En kijk eens wat dat gaat doen voor je manifestaties en wat er dan voor magie ontstaat. Thank you voor vandaag. Ik vond het mooi om weer een nieuwe Words of Wisdom te mogen doen voor jullie. Mooi of leuk of ja, ik denk heel erg energieverrijkend als je in de comments achterlaat wat je mooiste inzicht was van deze Words of Wisdom. En tot een volgende keer. Ciao.